meer van de tijd zo. Goedemorgen heren, we staan hier in een heel regenachtig bosgebied bij de Kriekenput in Herpen, waar de trailrun voor de Clinic Clowns vandaag van start is gegaan, vanmorgen al. Ja. Roderick, jij organiseert al een aantal jaren, hoe mag ik dat zeggen, lopen, fietsen, allerlei evenementen om geld op te halen voor de Clinic Clowns. Wat doe je precies? Nou, ik ben 7 jaar geleden ben ik met een aantal vrienden zijn we naar de Alpe d'Huez gegaan. En die hobby is eigenlijk uitgegroeid tot een groot evenement. En inmiddels gaan we met 750 mensen beklimmen we de Alpen. En dat kunnen mensen wandelend doen, hardlopend of fietsend. En dat gaat dan allemaal naar het goede doel. En dit jaar gaan we dan de Col de Galabier doen. En dat is voor Clinic Clowns. En Ronald die hier naast me staat is een van de deelnemers die meedoet. En hij organiseert vandaag de trailrun van Herpenduin. Ja. En al het geld dat hij hiermee ophaalt, gaat ze ook naar Clinic Clowns. Ja. Want jullie verwachten, als jullie die Col de Galibier, zoals je het net zei, jullie verwachten dat alle deelnemers wel wat geld inbrengen? Ja, dat klopt. We houden het wel heel erg laagdrempelig. De inschrijfkosten zijn laagdrempelig. We regelen eigenlijk alles voor ze. Ze krijgen een sporttenu, ze krijgen accommodatie. We hebben avonden, we hebben een pastaavond en we hebben een barbecue. En naast dat inschrijfgeld dan moeten mensen minimaal €250 ophalen. En we motiveren mensen om meer op te halen. Maar heb je €250, is dat ook goed. Het gaat voornamelijk om een gezellig weekend voor het goede doel te hebben. En we gaan kijken van hoeveel geld we ophalen. En dat doen we al jaren en dat gaat heel leuk. En wanneer gaat dat dit jaar plaatsvinden? Dat is het eerste weekend van september. En dat is van 4 tot 8 september. Zijn er nog plekken vrij als mensen zeggen, hey, dat is interessant, wil ik wel aan meedoen? Ja, op dit moment zitten we op 500 inschrijvingen. En er kunnen 750 mensen meedoen. En tot 1 mei kunnen mensen zich inschrijven. Dus zijn er mensen die het leuk vinden om mee te doen, ja, dan kunnen ze naar de website gaan van alpentocht.nl en dan kunnen ze zichzelf inschrijven. Oké, okay. Dan ga ik even naar Ronald. Even bij jou. Jij bent een van de deelnemers, zoals Roderick net vertelde. En jij dacht, ik ga dit jaar een eigen actie opstarten om donaties binnen te halen. Dat is inderdaad wat ik dacht, ja. Vorig jaar heb ik via Facebook en via e-mails mensen opgeroepen om op de donatiebutton op mijn pagina van Alpentocht te drukken. Dat is heel makkelijk geld ophalen en dat is ook echt heel erg goed gelukt. Alleen nou dacht ik vorig jaar, ik denk we gaan iets doen. En als we dan zeggen we gaan iets doen, dan is dat meteen een klein beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Dus we staan hier nou met minimaal 55 vrijwilligers. Alles is hier opgetuigd, iedereen staat klaar. Het kan aan de gang gaan. Ja. En je hebt toet meegebracht, dus het kan niet meer stuk vandaag. Zonder toet gaat het niet door. Ja. Heb je enig idee hoeveel deelnemers er vandaag verwacht worden? Laat ik het zo zeggen, wij hebben alles gepland op 600. Van 1000 zouden wij helemaal niet schrikken. Alleen de weergoden zijn ons zeer ongunstig gezind. Ik verwacht tussen de 100 en 150. Ja. Ik hoop toch dat mensen denken, Clinic Clowns wel echt een goed doel. We gaan toch, ondanks de regen. Maar we zullen zien. Vanmorgen zijn al de honden van start gegaan, hoorde ik. Dames, goeiedag. Wij zagen jullie net voorbij komen. Hoe laat zijn jullie start vanmorgen? Om 8:30 zijn wij gestart. Hoeveel kilometer heb je erop zitten? 14. Met 3 honden? Met 3 honden. Een beetje in de war af en toe, maar nee, hartstikke mooi. Ja, echt. Ja. Hoeveel hebben jullie meegenomen of opgehaald? Dan moet ik nog even kijken op de bankrekening. Want we zijn eigenlijk nog niet gestopt, hè? We moeten nog afmelden, dus. Het is geen sponsorloop. Dus het is niet hoe meer kilometer je loopt, hoe meer opbrengst. Maar al het inschrijfgeld van elke deelnemer, dat wordt door de organisatie gestort aan de Clinic Clowns. Oké, maar jullie hebben niet zelf nog sponsoren meegenomen? Nee, dit keer niet. Oké. Heel leuk dat jullie er waren. Hartelijk dank en veel succes nog vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Hey, Diane. Stop. Hier is Jonje. Stop. Dankjewel. Wat komt er nog meer? De Kani trailers die zijn al inderdaad weggegaan. En nu is het de beurt aan de reguliere hardloper om ook het parcours te gaan verkennen. Ja. Heb je verschillende afstanden? Er zijn 5 verschillende afstanden. 9, 11, 14, 18, 22 en de full run is 26 kilometer.
En is het ook per afstand verschillend wat je dan ophaalt? Nee, iedereen betaalt gewoon hetzelfde inschrijfgeld. En al willen ze 1, 2 of 3 rondjes lopen, dat mag allemaal. We weten dat er 1 deelnemer op het parcours zit. Die gaat de Mont Ventoux volgend jaar 3 keer doen. Dus die komt hier extra trainingskilometers maken. Deze lente ook nog, als het een langere afstand is, dan kan je het hier nog aan herkennen dat je op de goede route zit. Okay. Hoeveel kilometer ga je lopen? 14. Er zijn nog afkortingen naar de 9 en de 11 kilometer. Die hangen met een A4'tje aangegeven in de bos. Okay. Nou, gaan we vast weer binnen bij de even afmelden. Ja. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, heel veel succes met de actie vandaag. Ik hoor straks graag nog hoeveel deelnemers er zijn geweest en wat je opgehaald hebt. En alvast heel veel succes gewenst voor die beklimming van die grote berg in Frankrijk in september dit jaar. Ja, dat wordt de Col du Galibier, 2645 meter hoogte. Ja. Dus ik hoop dat ik daar heel huids en gezond de medaille van Connie Anders mag gaan ophalen. Ja. Nou, het is voor een goed doel, dus gaat vast lukken. Het gaat altijd lukken, desnoods kruipen te omhoog. Dankjewel. We gaan naar de toren. En in het verlengde van de toren komen de mensen. Goedemorgen. Die doet zelf ook mee aan de Alpentocht. Die gaat een grote trail. Ronald, we zijn bijna aan het eind van de ochtend. De inschrijftijd sluit over ongeveer 10 minuten. 83 deelnemers tot zover. Ben je tevreden? Ik ben buitengewoon tevreden als ik alleen al kijk naar al die vrijwilligers die hier klaarstaan. Die toch maar weer in het ontzettend fijne weer hier mee komen helpen. Ik kan alleen maar heel tevreden zijn. En het weer heb ik totaal niet onder controle. De rest was wel onder controle. Het was goed geregeld. We zijn ook heel veel mensen onderweg tegengekomen die het verkeer regelden, de mensen de weg wijzen, EHBO'ers, noem maar op. Dus inderdaad, alles goed geregeld. Alles is ook goed verlopen. Volgend jaar weer? Daar gaan we eerst met het hele team en alle betrokkenen evalueren. En daar komen we later nog op terug. Als mensen nog willen doneren, wat kunnen ze dan doen? Dan kunnen ze gaan naar de site www.alpentocht.nl. Daar drukken op de groene doneerbutton, zoeken naar Ronald Nijhuis en dan komt het allemaal goed. Ronald, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.